Smart Grid project houdt in dat we een slimme koppeling hebben gemaakt tussen enerzijds lokale energieopwekking door middel van onder andere zonnepanelen en anderzijds steeds meer elektrische auto's die in de wijk komen. We laden de auto's op basis van zonne-energie. Dat doen we real-time. Dus zodra er zonne-energie beschikbaar is, wordt de auto opgeladen. Daardoor levert zonne-energie meer op, rijden die auto's 100% schoon en lever je eigenlijk heel veel voordelen terug aan een wijk. De laadpalen mogen door iedereen gebruikt worden. Ik denk dat dit vrij snel landelijk zal gaan, omdat we hebben nu al belangstelling vanuit andere steden om dezelfde soort laadpalen ook bij hun te realiseren. Ja, de gemeente Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld in het project, want die hebben als eerste ruimte geboden aan een particulier initiatief eigenlijk van een aantal ondernemers om in de openbare ruimte dit te kunnen testen en zo'n laadpaal te kunnen neerzetten. En verder heeft op termijn ook de Rijksoverheid een belangrijke rol daarin, want die moet ook de regels gaan aanpassen zodat dit soort experimenten zich door kunnen ontwikkelen en bedrijven gaan investeren. En wij hopen dat het inderdaad doorzet, want hoe meer elektrische auto's, hoe meer lokale zonne-energie wij kunnen gaan produceren, hoe schoner de stad wordt en hoe meer van dit soort laadpalen wij kunnen realiseren in de stad. Free Wifi houdt in dat in principe in de hele stad kan je eigenlijk met één login door Utrecht lopen. Nou, je zegt connect en je kan eigenlijk overal terecht. Het enthousiasme is natuurlijk, je hebt een groot stuk gastvrijheid te bieden, hè, voor ons, maar ook de digitale gastvrijheid natuurlijk binnen de gemeente zelf. In de hele stad kan je mensen zeg maar wifi aanbieden. Inmiddels wordt het er steeds meer, ook Hoge Treinen gaat aangesloten worden, het universiteitskwartier. Nou, dit stadhuiskwartier werkt daar graag aan mee. Maar inmiddels zijn er al hele grote delen van de stad die aangekoppeld worden. En uiteindelijk is het de bedoeling dat de hele stad het gratis wifi krijgt, zowel binnen als buiten. Want dat is een groot onderscheid. Hè. Je kan dus met die ene inlog kan je door de hele stad lopen, overal naar binnen gaan en buiten zijn. En je hebt gratis wifi. Het verwijssysteem voor fietsers bestaat uit digitale borden op straat, waarmee we de fietsen verwijzen naar de fietsenstallingen in de binnenstad en in het stationsgebied, zodat fietsers snel een vrije plek kunnen vinden voor hun fiets. En als de ene stalling vol staat, dan kunnen ze terecht bij een alternatieve stalling. Maar deze data die gaan we ook beschikbaar stellen als open data aan marktpartijen. En verwachten zeker dat er ook op korte termijn een app komt waarmee je gewoon op je mobiel kan zien hoeveel vrije plekken er nog zijn en welke stalling. Het aantal vrije plekken in de stalling, die worden gedetecteerd, zoals we dat noemen, door een camera of een optische sensor. Die is gekoppeld aan slimme software en die bepaalt zeg maar hoeveel vrije plekken er zijn. En die vrije plekken worden dan weer op de displays buiten weergegeven.